Dan zijn we weer met TVL Sport en het amateurvoetbal volgen we natuurlijk op de voet. We waren afgelopen zondag bij Leeuwen tegen SHH Oudherten. SHH is koploper in de vierde klasse D. Leeuwen staat een paar plaatsen leger, maar duidt tot nu toe goed met in die vierde klasse. De toersploeg haalde al 23 punten uit 15 wedstrijden en is dus zeker niet de makkelijkste tegenstander voor koploper SHH. De wedstrijd is amper bezig als het noodlot toesluit voor de gasten. Aanvoerder Rick Reiners heeft zich geblesseerd in een duel op de middenlijn. Kwam hij verkeerd terecht, blesseert zich Tobby aan de knie. En dan moet een brancard uiteindelijk aan te pas komen om Rick Reiners van het veld te dragen. En zo wil ze de wedstrijd natuurlijk niet beginnen. Rick Reiners, de aanvoerder van Herten, die op deze manier al na 3 minuten de wedstrijd verleut. SH moet de draad oppakken en probeert het door aan te vallen. En Leeuwen gooit dan alles in de strijd om Herten zo lang mogelijk bij de goal weg te haaien. En dat levert ook gelijk de eerste gele kaart van de wedstrijd op. Vrije trappen, die waren nog niet echt op doel geschoten. Aan de andere kant loert Leeuwen natuurlijk op de counter. Met een kenske voor Rinaldo Strijbos. Hij schiet veel langs en ook zijn medespeler kan net niet bij de bal komen. En zo gaat ook deze kans voor Leeuwen voorbij. Marijn Tisse weet zich goed vrij te maken en het shot dat gaat net over. Marijn Tisse toch wel een van de gevaarlijkste aanvallers in die vierde klasse D. Heel sterk op de kleine ruimte en kan hoe dit niks een kans creëren. Aan de andere kant, de aanval van Leeuwen. Komt gevaarlijk voor de goal. En uiteindelijk 2 man van Leeuwen die net de bal niet goed raken. En zo loert Leeuwen toch op een doelpuntje. De corner voor Herten aan de andere kant. De kopbal is net te licht en hij gaat veel langs. Zo golft de wedstrijd fijn op en neer. Aan de andere kant weer Leeuwen. Kan er nog een voorzet komen? Net niet. Goed verdedigd aan de kant van Herten. Het lukt Jeffrey Sprenger niet om gevaarlijk te worden. Hier komt dezelfde Sprenger in balbezit. Gooi metgenomen en het shot is net in zo verkeerd, maar dat gaat over. En zo zijn er wel het Kenskes in die eerste helft, maar hele grote mogelijkheden waren er nog niet. Deze dan misschien van Marijn Tisse. Oh, raakt de bal helemaal verkeerd. En dat zou wel eens met de veldomstandigheden te maken kunnen hebben. Dus geen groot veld hier in leven. En misschien dat er daarom wel geen doelpunten vielen in die eerste helft. 0-0 dus in de rust. En in de tweede helft de beide ploegen dus weer allebei even veel kans op de overwinning. Michiel Vossen dribbelt de man voorbij. Daar komt het shot. Zeilt net over de lat. Gevaarlijke aanval van Herten. En de koploper loopt meteen zien dat ze hier in de tweede helft nog het golen willen gaan maken. Maar dan leven we weer. Een corner. En dus weer alle hens aan dek bij Herten. Hoekschop wordt kort genomen. Druk gegeven. Noem maar dan de voorzet komen. En de voorzet valt zomaar binnen. In de kruising zelfs. En dan is het een prachtig doelpunt van Remco Meesman. Of het zo bedoeld is, dat weten we natuurlijk nooit. Hij zal natuurlijk zeggen van wel, hij ziet de bal prachtig in de kruising. Onheilbaar voor de keeper van Herten. En zo komt Leeuwen heel verrassend toch wel op een 1-0 voorsprong. Ja, hij zit er echt mooi in, recht in de winkelhok. 1-0 dus voor Leeuwen. En de voorsprong van de toersproeg, dat is toch wel een verrassing. Wat kan Herten daar tegenover stellen? Hier is de kans voor Rico op het veld en het doelpunt. Ja, en zo is het nog geen 5 minuten later alweer 1-1. Rico op het veld die goed doorzit. De keeper goed speelt. En de bal perfect binnenkrult. En dan staat het dus 1-1. En dan kan Leeuwen dus weer van voor af aan beginnen. Zo, hij is stiekem misschien wel gehoopt om hier gaat punten te pakken tegen de koploper. Maar Herten is over het algemeen toch iets sterker deze wedstrijd. Marijn Tisse. Weer dreigen. En hoe het hollen. En wat een shot. En het is 1-2 voor Herten. Ja, en zo ziet het er alweer heel anders uit. Wat een actie van Marijn Tisse. Het is eigenlijk niet echt een kans. Maar hij creëert zichzelf de ruimte om hoe te hollen. En een heel dreug shot in de lange hoek.
En dan snijdt het 1 tegen 2. En zo buig Herte de achterstand binnen 4 minuten om. Na een voorsprong. Dit is weer Marijn Tissen. Afliggen en dat is de 1-3. Nee! Oh, net op tijd verdedigd, zeg. Nog niet gedaan. En dan is de aanval wel voorbij van Herte. Ja, wat een kans, zeg. Dat hij de 1-3 mogen zien. Intussen is Rick Reinders terug uit het ziekenhuis het fotoslot te maken. Wie lang dat er uitgeschakeld is, is nog niet bekend. Voor doorzetten van Sprenger, de spits van Leeuwen. Overtreding, maar niet gefloten. En dan wordt doorgespeeld weer. En Bino een eigen doelpunt al. En nog net van de Lien gekup. Ja, dan is iedereen bij Herte kwaad op de scheidsrechter. Overtreding niet gezien in de eigen 16. En dan zomaar een hele grote kans voor Leeuwen op de gelijkmaker. Maar die veld gelukkig voor Herte niet. En zo blijft het dus bij 1-2. Marijn Tissen weer doorgebroken, over links. En hoe voorzet de Liek Michiel wel los de voorzet en een doelpunt. En dan is toch wel de beslissing, 1 tegen 3. Het is Michiel Vossen die de bal uiteindelijk in het net weer te krijgen. Maar weer zo'n fantastische actie van Marijn Tissen. Netjes afgerond door Michiel Vossen, 1-3 voor Herte. En dan is de beslissing natuurlijk door in die slotfase van de wedstrijd. Nog een overtreding, maar het hoofd niet meer. De scheidsrechter vindt het genoeg. Na 90 minuten geeft Herte een hoes met de 3 punten. 1-3 overwinning op leven. En daar zal de koploper tevreden met kunnen zijn. Julia, 3-1, ja, dat tekent ze van de Wilver. Ja, zeker. Dat is een mooie overwinning. Hè. We doen er vol mee over het kampioenschap nu. Ja, ook vandaag met zonder de laatste man en de voorstopper. Ja, en gelijk in het begin al die blessure, dus, zo wil ze de wedstrijd niet beginnen natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk een enorme domper. En Ricky is natuurlijk een van de betere spelers van het team, het spelbepaler. En ja, hopen dat het verder goed gaat, dat het niet te lang gaat duren, die blessure. Het was geen hele goede wedstrijd, hè? Nee, maar ja, goed, de weersomstandigheden en het veld is niet optimaal. En dan is het lastig voetballen. Ja goed, het maakt verder niet uit. We hebben 3 punten gehaald en dat was onze doelstelling. Daarmee wilden we hier naartoe komen. Dus we zijn er heel blij mee en nu verder gaan. En, tegen Hebes, een belangrijke wedstrijd. En als we die gewoon winnen, dan worden we kampioen. Ik hoop het voor u. Succes. Ja, dankjewel. Hè. Het is ijskoud in leven, maar we hopen dat het binnenkort beter weer wordt. En dan wil het iets voor evenementen. En hier heb je het nieuws bedacht. Ja, voor wat Sportclub Leeuwen eigenlijk het nieuws in het leven geroepen. Via gewoon 18 mei gewoon voor de Hanse Dranken Penalty Cup organiseren. Dat werd groot aangepakt. Voor ontvangen eigenlijk rond de 40 teams. Dat bestaat tussen de 5 en de 10 deelnemers met een keeper. Die ontvangen voor hier 18 mei in leven. Die gewoon via poolwedstrijden uitmaken. We moeten eindelijk de winnaar werd van de dag. De opzet van de dag is eigenlijk een hele gezellige dag te organiseren. Met hopelijk goed weer, hoop drank, hoop lekkere hapjes. En een dishhockey hebben we voor. En voor de kleintjes natuurlijk hebben we ook een gedag. Daar gewoon voor een springkussen van neerzetten. We gaan zorgen dat het kindjes geschminkt worden. Dus kortom voor alle deelnemers vanaf 16 jaar. Remuun en omstreek, ik zal zeggen, schrijf ik in. Langzaam lopen. De aanmeldingen die lopen binnen, dus we hopen op een nieuw evenement in het Remuntje en we hopen op heel veel mensen die met willen doen. Ja. Wie kennen ze zich inschrijven? Inschrijven kunt je via de website www.pingelcup.nl. Daar kunt je een bestandje openen, kunt je even invullen, opslaan en daarna mailen naar het adres dat je daar kunt vinden.